Ah!
Wij gingen al
Ja, ik zal wel. Ja, dat klopt. Net op tijd, hè, jongen. Ja. 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 Kijk, en nou zijn de kleine mensen dat ze mijn ouders eruit steken voor zoveel weken en uur. Dat was aan de hand, dat is een beetje een beetje een ding dat ik met Mark nog zo had. En dat is ook een ding van wat ik dan niet meer heb gehoord voor de uur. Dat is een ding. Gooi naar voet, ja, dan ga ik naar hem. Ja. Zo, ja. Zat, zat, zat. Ja. Dat is wel praktisch.
Ja, zeker bij ons, we zijn toch maar met twee. Nou, we leven toch meestal buiten. Dan kunnen we gewoon in de keuken eten en daar een clubje doen. Maar niet voor nodig. Nee. Wij weten dat vlodders wat er zelf zijn. Ja. Ja, ja. En dan heb je toch een hele nette woonkamer. Daar doen wij. Voor het praktische. Kijk, dat je toch gewoon kunt leven. Ja. En dat je ook rustig in de klompen in kunt zetten. Ja, ja. En gewoon naar binnen kunt lopen. Ja. Dat gaat niet als je één geheel vaak, want dan heb je een grote bende. Dat bijkeukentje dat je daar dus wat kleren en schoenen neer kunt gooien. En, kijk, en ik kan ook rustig zeggen, we laten de hond loslopen en die kan rustig de bijkeuken. Ja, de keuken en lopen, dan maakt er allemaal niks uit. Ja, bedoel ik, hè. Ook deze hond is weer een kruisingsproduct volgens de stamboom uit hogszucht en luistungszucht, waarbij weer bewezen wordt dat hogszucht invoegen in luistungsstambomen geen verlies van werkeigenschappen betekent. Dat hebben we ook gezien bij deze hond. We hebben eens kunnen schrijven over hem een grote, krachtige, wat zware reu. Gestrekt, wat gespannen lendenpartij. Goed liggende, nog voldoende lange kroep. Opperarm kan schuiner liggen. Zeer goede achterhandshoeking. Gaat achtergerekt, voor, los en breed. Vlot. Vlotte, ruime gangen uit vaste rug. Voor met beperkte voortred. Goede afzet. Zelfverzekerd karakter, moet kantrip en hardheid zeer uitgesproken, lost op bevel, bij de voortreffelijke eigenschappen staat. Kruisingsproduct tussen hogszucht en...